Stroopcast. Welkom, hallo allemaal, bij een nieuwe aflevering van Stroopcast, zoals intussen vertrouwd van op de vijfde verdieping hier in de Gelamco Arena. Met opnieuw twee gasten. De ene heeft een verleden bij A-Agent en de andere werkt ervoor. Welkom Georges Leekes en welkom ook Nicolas Lombaert. Dank u. Dank u. Jullie zijn niet samengekomen, dat had wel gekund, hè? Want buren... Ja, dat klopt. Al een heel tijdje. Dus ja, we zitten ongeveer 2 meter van elkaar, denk ik. Ja. Juist naast elkaar. We hebben een gemeenschappelijke omheining. Dus ja, we zijn letterlijk buren. Ja. Wie woonde er eerst? Want het is in Oostramp, hè? Ja. Wij woonden er al 22 jaar. Ik denk iets later. Hè. Ja, ik nog maar 6 jaar. Maar... een goede buur, denk ik. Ja, je kan niet klagen. De buurt is veel verbeterd sinds Nicolas daar is komen wonen. Ja. Je bent dat stukje grond naast Georges bewust gaan zoeken, Nicolas? Of hoe moet ik dat zien? Was het puur toeval? Niet bewust naast Georges, maar wel bewust in de buurt. Omdat het toch een mooie omgeving is, denk ik. In het bos. Ja, ik denk onvoorstelbaar mooi. Wonen, leuk, rustig. Ja. En ook zeker voor de kinderen en zo. Het is een heel rustige buurt, mooie buurt. Uh-huh. Makkelijke verbinding naar Gent. Maartenslaterachtig. Ja. Voilà. Hoe moet ik dat zien? Komen jullie bij elkaar al eens over de vloer? Of beperkt het zich tot zwaaien vanaf de brievenbus? Het is niet dat we dezelfde oprit hebben. Allee, dat we in dezelfde straat een oprit hebben. Dus we zien elkaar niet zoveel. Maar iedere keer als we elkaar zien, zwaaien we een keer. En af en toe... drinken we een keer een koffie of zo, of gaan we een keer iets gaan eten. Dat wel, dus we komen goed overeen. Ja. Ja. George, jij bent veel thuis nu, denk ik, want geen trainer meer sinds een tijdje toch al. Sinds een tweetal jaar, ja. Dat klopt. Met die lockdown heb ik ook daar gebruik van gemaakt. Van te stoppen, want anders was ik nog eventjes in die vlieger gekropen, denk ik. Maar het was eigenlijk hoog tijd, vond ik, voor mezelf, van een beetje aandacht te geven aan de familie. Waar ik toch mijn carrière 35 jaar trainer en nog 15 jaar profvoetballer eigenlijk. Uh-huh. Ik heb intussen nog wat kinesist gespeeld. Maar en dan van afstand een beetje bekijken. Het Belgisch voetbal, het internationaal voetbal. Het is leuk van een keer van een ander perspectief te zien. Van die lange carrière 3 jaar trainer geweest bij A-Agent. Daar gaan we het straks nog over hebben natuurlijk. Hoe vul je je dagen nu? Goh, ik doe Nicolas zijn hof, zijn bos, de opvang van de kinderen. Nee. Wij zijn fantastische buren. Hoe dat ik mijn dagen vul, is toch nog redelijk veel met dingen te doen. Wat podcasts doen en zo, je kent dat. En er was redelijk veel van Afrika gekomen. Dan zeker met Marokko, Tunesië, Algerije. Je weet dat ik in vele landen gewerkt heb. En niet de gemakkelijkste landen. Dus bijvoorbeeld spraken nu van Iran en van bepaalde situaties... Nu kan er straks ook wel wat meespreken, denk ik, over Rusland en zo verder. Uh-huh. Dus ja, het avontuur opgezocht en gevonden. En eigenlijk heel lang bij A-Agent. 3 jaar bij A-Agent. Dus bij mij 3 jaar nationaal ploeg, 3 jaar cirkelen. En meestal is het dat ik ergens 1 of 2 keer was geweest. 2 keer of 3 keer bij een club ben geweest. Ja. Maar bij Gent heb ik mij geweldig geamuseerd in een... totaal andere tijd nog. En toen was Nicolas nog erg jong. Mm-hmm. En kwam hij van Club Brugge. Maar we hadden ook... we hadden toen, denk ik, ook een financieel tekort. Maar ze hadden een enorme grote mentaliteit. Een fantastische groep. En een heel leuke atmosfeer. En dat blijft me altijd bij. Ja. Die herinneringen gaan we straks nog eens ophalen, stel ik voor. Eerst nog eens over jouw laatste club. Ik ben dat moeten gaan opzoeken. Het was in Iran, inderdaad. En ik ga even spieken. Tractor Sabi Tabriz, zoiets. Tabriz, ja. Maar hoe, ik wil het niet onrespectvol doen klinken, George, maar hoe kom je daar terecht? Kies je daar nog voor? Dat is heel toevallig dat hij al jaren voordien al... En toen zat ze nog een tweede klasse. En die man ging dan naar eerste klasse en die... woonde die Iranese, die woonde dan, de voorzitter, die woonde dan in Istanbul. En zo constant nee gezegd, en tot op het moment dat je een keer vrij bent. Maar het is eigenlijk onvoorstelbaar een mooi land. En onvoorstelbaar mooie mensen ook. Maar je weet dat politiek soms iets kan stuk maken, van bovenuit, maar ook van de buitenkant uit. Amerikanen zijn ook niet altijd correct geweest met dat land, maar ook van... het eigen bestuur, het onvoorstelbaar wat er gebeurt. Als je ziet nu de toestanden van de Belg die daar 40 jaar gekregen heeft en 74 zweepslagen.
Het is niet meer van deze tijd, maar als je er bent, moet je je wel aanpassen. En ik moet zeggen, ik was zeer blij dat ik terug was. Ja. Op de dag van mijn verjaardag, 2 of 3 jaar geleden, dat ik terug thuis was. 18 mei was ik terug thuis op mijn verjaardag. Dus, oef. Het is niet ja, dat ik zal het even noteren, want ik ben niet zo goed in verjaardag. Het is voor die cadeau. Nico. Ja, wel, het is daarom dat ik het waarschijnlijk zeg. Ja. Ja, Nico, Georges is aan het einde van zijn carrière gekomen als trainer. Jij staat nog aan het begin, hè, als assistentcoach nu hier bij A-Agent. Beschrijf eens jouw rol binnen het team. Ja, ik trek mij vooral aan van de verdediging. Hein doet natuurlijk... praktisch alles, maar eronder ja, op training ook dan bezig. Soms met analyses spreek ik samen met de spelers. Beelden bekijken op de bank, noteer ik ook alles per minuut wat er gebeurt. Om dan ook de videoassistenten te kunnen helpen als het nodig is. Maar ja, die kunnen dat ook op zichzelf. Ja. Maar ik sta onder Hein samen met Peter, Millie. En de physicals en de videoanalisten. En ik denk dat we een goede groep vormen. En het is leuk werken. Dus ik heb mijn draai wel gevonden. Is dat het verschil tussen jou en Millie, dat jij je meer aantrekt van de verdedigers en hij dan meer van de offensieve spelers, van de middenvelders? Ja, dat is onze taakverdeling. Ja. En dan heb je ook nog Peter Ballet, maar die vervult naast de taak van assistent ook nog eens de rol van teammanager. Hè? Klopt. Ja, die is ook teammanager. En dat is ook wel een fulltime job als ik zie wat er allemaal komt bij kijken. En dan komt hij ook nog eens op het veld. Dus die werkt meer dan ik. Ja. Ja. Hoe zie je je toekomst als trainer zelf evolueren? Is een rol van assistent iets waarin je goed voelt, waarin je best aardt? Of denk je van, ja, maar ik wil wel op termijn ook eens het gaan proberen als hoofdcoach? Ja, ik denk dat ik nu niet direct de ambitie heb om... hoofdcoach te worden onmiddellijk, maar misschien op termijn. Ik ben blij dat ik de kans gekregen heb om vooral met mijn ogen te stelen en veel bij te leren en denk dat hij daarvoor wel de ideale leermeester is en zo kan ik ook zien wat er me bevalt en wat niet en of ik er in doorga of niet. Dus het is een ideale springplank als ik het wel verder doe. Ja. Onder Hein dus. Georges, jij hebt die nog als assistent gehad bij Lokeren. Ik had die nog als speler. En ik heb toen gezegd, Hein, het is tijd dat je stopt. Want ik heb een hele goede centrale verdediger bijgekocht, Katana. En Hein heeft een superintelligent, superpersoonlijkheid. En die heeft dus van de ene dag op de andere mijn assistent geworden. Heeft hij dat vlot aanvaard, inderdaad? Dat was niet zo makkelijk. Ja. Hein overtuigen, dan moest je nogal persoonlijkheid hebben. En dat lukte de eerste 2 dagen niet zo echt goed. De derde dag is het dan wel geslaagd. Ik moet zeggen, hij heeft dat heel snel opgenomen. Hij is dan mijn assistent geworden. Hij is dan ook eigenlijk de organisatie van de jeugd op zich genomen. De scouting ook mee ingeduwd, want als speler denk je... voel je veel uit, maar als coach, Nicola weet het nu ook, is er enorm veel werk en gaat het over van, zoals hij zelf ook, als je een beetje voetbalintelligentie hebt, je hebt ook wat zelfvertrouwen. Hein was iemand die ook zijn carrière mooi gemaakt heeft, denk ik. Ik ben dan bij Lokeren weggegaan en hij is dan eigenlijk geen hoofdcoach geworden. Uh-huh. Maar heeft dan bij Kortrijk eigenlijk zich gelanceerd. Maar ik wou juist over Nicola nog een keer terug beginnen. Het is toch wel makkelijk als je spelers hebt met overzicht en spelers met een bepaalde intelligentiequotient, spelers die wat people management kennen en die ik zeg niet dat je universitaire studies moet, maar die dan toch wel begaafd zijn met een bepaalde IQ. Mm-hmm. En dan is dat gewoon makkelijker werken voor een coach, hè? Want er zijn soms andere gevallen waar het heel moeilijk is en dat je moet kunnen inschatten. En dat managen van, samen met je staf, en vooral je staf belangrijk maken, dat is de taak van de hoofdcoach, is zichzelf niet belangrijk maken. En dat is eigenlijk uw staf altijd maar verantwoordelijkheid, meer en meer verantwoordelijkheid geven en ze laten ontwikkelen.
En dat is het mooie, dat ik hoop straks Nicolas een internationale carrière kan maken. Het doet nu deugd dat Wouter Franken, zullen we straks nog op terugkomen, Wouter Franken het zeer goed doet. Een Gerards die het enorm goed doet, zonder te veranderen, zonder zijn stempel te willen drukken. Maar gewoon, wat is er? Wat, de gaten die er zijn, hoe kunnen we die opvullen? Je kan nooit iemand vervangen door de evenwaardige in België. Dus zal het een kwaliteitswaarde minder zijn. Maar dat is dan de taak van de mensen rondom. En het is meestal een hele equipe die je rondom hebt. Maar deze mensen doen samenwerken. Dan heb je nog je spelersgroep. Daar spreek ik zelfs eigenlijk nog niet van. En dan heb je dan waar sommige clubs, waar dat ook de supporters dan nog wat ruzie maken. Dus het is wel wat. Maar het is wel als taak, als coach, is eigenlijk van dat team rondom je te doen functioneren en maken dat je het beste kan uithalen wat er in die groep zit. En dat is soms ook met momentums in het seizoen. Ja. Vertel nog eens, Nicola, hoe jij hier als assistentcoach begonnen bent eigenlijk. Hoe bedoel je, hoe dat ik er in terecht gekomen ben? Ik had eigenlijk de ambitie om jeugdcoach te worden. Denk de U16. En toen belde Hein van Aasbroek mij om te vragen of ik geen assistent wou worden. Ik moest correct zijn. Hij zei, kunnen we eens samen zitten? En dat was zo'n beetje spannend. Wat zal hij vragen? Ik dacht misschien af en toe een keer iets doen met de verdedigers of zo. Hij vroeg om assistent te worden. En daar heb ik direct op gezegd. Want ik denk dat dat een unieke opportuniteit was voor mij om direct al die stap te kunnen zetten. Want ik was bezig met mijn UEFA B en A diploma via de nationale ploeg. En zo is het gebeurd. Ja. Je zei daarnet al lachend bijna van Hein doet eigenlijk alles. Ik ben vooral met de verdediging bezig. Maar jullie hebben in de staf wel het gevoel of het is wel zo dat jullie je ei kwijt kunnen. Dat wel, neem ik aan. Ja, zeker. Ja. Hij overlegt met ons. Over van alles en nog wat. Hij luistert. En dan is het maar normaal dat hij de uiteindelijke beslissing neemt. Maar hij vraagt toch altijd ons advies. En dat is toch leuk. Ja. Zo'n sportieve staf, dat is denk ik wel fel geëvolueerd. Hè, als je dat vergelijkt met je eigen tijd als speler. George, ook jij, in jouw tijd als coach. Ik denk niet dat die toen zo uitgebreid was. Ja, laat het zo zeggen. Die mensen werkten ook nog meestal part-time in school. De videoanalyst werkte ook nog part-time in school. Zelfs de assistenten werkten nog part-time in school. Dus het was roeien met de riemen die je had. En we hadden geen financiële middelen, want toen Nicola van Club Brugge van de Belofte bij ons gekomen is, we speelden ook van de eerste wedstrijd al, ik denk aan een oefenkamp als linksachter. We hebben altijd zo'n beetje elkaar een beetje gepest. En ik weet dat zijn beste positie centraal was, maar ik zeg, op die linkse kant ga je nog betere voetballer worden. We hebben eigenlijk een geweldige tijd gehad, maar je kan niet meer terug. Je gaat altijd perfectioneren, je professionaliseren. Je kan toch niet meer diezelfde weg terug opgaan. En je weet, als hoofdcoach moet je veel kunnen doorgeven. En dat is een van de problemen die toch wel sommige coaches hebben. Ik ben heel blij dus dat input, hè, want vooral uw assistenten moeten input geven. En die moeten ook soms een andere mening hebben. Die moeten niet altijd dezelfde ideeën hebben. Het mag ook een andere idee zijn. Klopt het dat jij een van de eerste was om met videoanalyse te beginnen? Ja, maar ik heb ook veel tegenkanten gehad, omdat dat veel geld kon kosten. Ja. En je weet, Michel Louwazi is niet degene die zomaar heel eventjes gaat 100 euro of 1000 euro daar neerleggen. Het was niet makkelijk. We zaten toen financieel helemaal strop. Wij moesten besparingen doen op het veld. We moesten op het veld van de gazon tot spelers. En dat was allemaal vrije spelers. Nicola was al bij A-agent. Toen ik er kwam, 2 maanden denk ik, of een maand. Juist nee, alleen, ik denk, nee. Ik had al getekend, maar ik had nog niet getraind. Ik ben zelfs pas later gekomen dat ik nog studies aan toe was. Ja. Dus, we hadden allemaal bijna vrije spelers. Ja. En Nicola was hier nog student, dus
rechten. En ik moet zeggen, het waren allemaal vrije spelers. Maar Wouter Franken, ik denk dat we de enige die we betaald hebben, die spelers die ik meegebracht heb, dat was Lebut en Grégoire. De rest zijn allemaal spelers die we eigenlijk links en rechts, en dat we daar een eenheid hebben proberen van te maken in moeilijke omstandigheden. En zodoende hebben we dan nadien nog wat 3 keer de steenlegging gedaan van dat nieuwe stadion hier. Maar we hebben wel een groep gecreëerd die paste juist in die atmosfeer van Gent. Gent is een speciale soort humor. We hadden een bepaalde fysieke waarde, vond ik al, van een heel hoog niveau. We hadden al groot, sterk, op stilstaande fase, we waren al redelijk sterk. En in ik mag nog niet meegaan. Hij was nog 1,87 meter. Hij moest van achter blijven, omdat er nog 5 anderen waren die groter waren. Ja, klopt. Hij scoort tegen Oostenrijk dat 4e doelpunt. Dat gaan we ook niet vergeten. Maar we hadden hier een geweldige atmosfeer met een kapitein, Fred ter Poel, die dat zeer goed deed. En dat was zo'n atmosfeer gecreëerd, die band ook met die supporters. Mm-hmm. Ook... ja, ook nadien in de stad natuurlijk. Hè. Ja. We waren wel allemaal bekend. En mijn spelers, de maandag was er dikwijls een keer een etentje en zo, georganiseerd door onze kapitein en met de boetepot. En ik was meestal om 10 uur, 11 uur, voelde ik met mijn maagklachten, ging dan ergens anders een pint gaan drinken. En die mannen gingen dan lekker leuk. En dinsdagmorgen, hadden sommige spelers die het ietsje moeilijker hadden. Alain Lebut, die een speciale Australische voetballer was, die ik van Moeskroen had meegebracht, die af en toe wel een keer vergat dat hij profvoetballer was, maar die eigenlijk een fantastische kerel was in de groep. En die ook dat allemaal aan elkaar hield. Hè. We hebben verschillende soorten Afrikaanse spelers gehad. We waren multicultureel, maar er was een onvoorstelbare teamspirit die soms wel een keer ontbreekt in het moderne voetbal. Voilà, ik ging net vragen, als je dat hoort, Nicola, van samen op café gaan en oké, trainen ook natuurlijk, maar één team vormen. Het voetbal is veel veranderd, denk ik, op dat vlak. Er wordt ook veel nauwer op toegezien, zomaar op café gaan in de week. Dat is denk ik nu geen optie meer. Maar dat verandert misschien ook wel voor een stukje de dynamiek dan in een groep. Ja, ik denk dat misschien een beetje... dat is dan een spijtige evolutie, vind ik. Van al de data die verzameld wordt, wordt zodanig goed opgevolgd dat je er bijna de kantjes niet meer kan vanlopen. En ja, denk, moest je nu de maandag of de dinsdag op café gaan... Ja, je hebt allemaal een GPS op je rug, een hartslagmeter. Je moet dan in het potje pissen om te kijken of dat je genoeg gedronken hebt. Water te verstaan. Dus dat zijn allemaal dingen. Ja, als je dan met je zatte botten toekomt, dan gaan ze het wel gezien hebben. En dan gaan ze waarschijnlijk op matje geroepen worden. Vroeger hadden misschien klein oogjes, maar dat kon een beetje wegsteken. Hè. En je deed extra je best op training. En vandaag is dat moeilijker. Ik zeg niet dat het niet meer kan, maar... Was het vroeger leuker? Ik denk het wel, ja. Het was ook minder sociale controle. Allee, sociale media bestond nog niet. Als je een keer op café ging, dan moest al pech hebben dat er iemand daar gezien had. Mm-hmm. Die dan nog meneer Louagy kende of de trainer of George. Ja. En ik heb elke keer die pech gehad. Maar dan kan je dan achteraf uitpraten. Nu. Je mag niet meer zo doen. Nee. En dat is gewoon een spijtige evolutie, vind ik, in het algemeen. Met de film nu, De Zillion, dat wel typerend is. Ja, ze willen nu terug een feestje organiseren en iedereen moet zijn gsm wegsteken. Best, denk ik. En ik vind dat wel nog moet kunnen. En dat vind ik wel jammer. De jeugd, dat ze misschien op dat gebied nooit meer zo uit de bol kunnen gaan gelijk dat wij gedaan hebben. Op het oefencomplex, omdat je spreekt over gsm's wegsteken, is dat nu ook zo. Hè? Op bepaalde plaatsen mag de gsm niet gebruikt worden en moet die in een zakje zeg maar, dat aan de muur hangt. Ja, maar dat kan ik nog begrijpen, omdat je dan... het gaat dan over bij de kiné en de fitness, waar dat er eigenlijk moet gewerkt worden of moet gerevalideerd worden... En dan, dat is misschien ook een beetje een ziekte. Ik zelfs, heel de tijd op je gsm. En dan zijn je niet mee bezig met hetgeen dat je moet doen. Hè. En als dat maar voor 1 uur, 2 uur is, dan moet dat wel kunnen. Hè. Ja, absoluut. Daarmee zijn we eigenlijk bij het voetbal van nu aanbeland. George, ik voel dat je graag al die herinneringen ophaalt. En we gaan ik vind het nu plezanter. Maar het Gent van nu, hoe kijk je daar naar? Je volgt het natuurlijk nog. Hoe kijk je naar de prestaties van Gent dit seizoen, tot nu? Ja, eerst vooral heb je tussenin nog wel kampioen gespeeld. Hè?
Dus niet vergeten. Dus, ja. Het is ook heel moeilijk om dat niveau soms aan te houden. Het heeft soms te maken met de markt enzovoort. Maar ik wil nog toekomen en plezier maken. Het plezier moet ook nu zijn. En ook het plezier hebben. En al die data's zijn heel belangrijk voor ons. En al die statistieken zijn heel belangrijk. Maar het mag het plezier van die groep en zo. Dat is hetgeen dat Nicola bedoelt. De groepsplezier mag en moet er zijn. En soms niet alle trainingen zijn plezant. En als ik zeg pressingvoetbal in die tijd... Ja. Weer al pressing voetbal. Weer gaan drukken en met 1, 2 sluiten. De vierde man is bij. Dat was dan al zoveel jaren geleden. Maar moderne voetbal is veel pressing spelen. Als je meer kan lopen, als je maar je 7 kilometer niet meer doet, dan doe je niet meer mee. Dan ben je ook niet meer belangrijk in dat elftal. En dan kan je ook meer brengen. Dus de verandering van het tactisch schema. Dikwijls in de tijd al met 3 mensen centraal gespeeld. Een 3-5-2 of een 3-4-3. Het gaat ook niet over het systeem. Het gaat over de intentie. En dan heb je het ook, bijvoorbeeld met die nationale ploeg, de motivatie ook. Dat heeft niks te maken met leeftijd. Het heeft te maken met blessurevrij zijn, ja of nee. Maar 37, ik heb nog een zekere Modric gezien. Ik heb nog Thiago gezien enzovoort. Die zijn 38. Als het kopje goed zit, en dat kopje moet je goed krijgen. Met het fysiek van het lichaam natuurlijk. Maar het hoofdje moet je hebben. En dat hoofdje moet ook nog voor het collectief zijn. Voor het team zijn. Dus... We hebben heel veel opgestoken, denk ik, ook van andere sporten. Van bijvoorbeeld de hockey enzovoort. Op tactisch vlak en op allerlei andere vlak. Maar vooral op het professionele, individueel, dat je moest, wat je er moet voor doen. Ja, het moderne voetbal gaat altijd maar sneller en altijd veel eisender zijn. En dat is toch normaal, logisch. Ja, van die iets oudere spelers hebben wij er wel een paar lopen in onze kern. Het is niet de jongste ploeg. Wat vind je van Gent dit seizoen? Ik denk dat een beetje op deze momenten is het dat je te veel doelpunten tegenkrijgt. Ik vind soms domme doelpunten, die ik ook vind. Hè? Dus als je kritisch bent, en dat moet je zijn, vind ik, dat je ook naar de nationale ploeg toe. Hè? Als ik dat vergelijk, en niet meer naar het verleden, maar toch, dan zeg ik de kwaliteit van deze achterspelers, verdedigers, en dat is nog altijd het fundament van die 3 achterspelers met die 6 die daarvoor speelt en die goede doelman, dat is nog altijd het fundament voor heel de structuur. En oké, als je geen goede afwerker bent, dan geraak je er niet. Maar dit Gent, denk ik, dat heeft niks te maken met de leeftijd van die spelers. Zij moeten vooral niet te veel over die leeftijd spreken. Ze moeten vooral, kunnen zij het aan in het loopvermogen, de data zijn er, kunnen zij het aan, ja of nee, ben je gereed of ben je niet gereed? Dan moet je zo eerlijk zijn met jezelf en met het elftal dat je het nog kan brengen. Wil je het ook brengen? Kan je nog afzien? Wil je het nog afzien? En daar ben ik niet streng, in tegendeel. Ik denk dat er nu redelijk wat gekwetste spelers zijn op deze moment. En dan is het soms aan de ander van te tonen. Ik zal een voorbeeld geven. Wouter Branke heeft dan op een bepaald moment zijn spits verloren, zijn rechtsbuiten, de Japaner verloren, de Torstedt verloren, de 10 verloren. En je moet er ook soms als coach niet te zwaar een probleem aan maken. Hè. Dan moet die ander maar... En dan is die zijn kans en dan moet die zijn kans maar grijpen. En dan moeten die jongens als... Hè, Nico kwam van Club Brugge, direct zijn eerste wedstrijd. Hij heeft alle wedstrijden gespeeld. Dus... Dat is een teken van neem je kans, maak dat je gereed bent. En dan heb je daarom dat je zo'n staf hebt die dat voorbereidt. En ik denk dat als je een grote staf genoeg hebt, dat we klasse genoeg hebben. En ik verwacht, hè, staat op 1 punt denk ik van Club Brugge. Klopt, op dit moment. We zijn vandaag dinsdag. We hebben de match tegen Kortrijk achter de rug. En die tegen Charleroi staat op 1 punt van Club Brugge. Dus zo snel gaat dat soms. En dan je straks bij die 4 eerste staat, dan is het seizoen geslaagd. Nee, dan begint het pas. Ja. En zo moet je die lat altijd maar hoger leggen. En ik vraag dan die mannen... Ja. Dat is niet ouderwets, van die lat altijd naar hoger te leggen. Vraag je dan in een evene pool, Wout van Aert, die leggen die lat altijd maar hoger en die eisen altijd maar meer van zichzelf. En dat moet je dus ook hebben. En dat is aan hun en aan agent. Want toch bij die 4 beste te zijn. Wie dat er ook... Het moet niet altijd Club Brugge zijn, want hier is een klein beetje Club Brugge agent. Dat is altijd zo'n atmosfeer vijandigheid. Maar is dat dan Antwerp? Ja, tompie. Maar die voor Union eindigt... Die zal denk ik wel kampioen spelen. Ja. Je zegt het op 1 punt van Club Brugge op dit moment. En dat is dan meteen de vraag bij iedereen. Gaan we nog in die top 4 geraken, Nicola? Jij hebt je glazen bol niet mee natuurlijk. Maar ja, kun je er een antwoord op geven dat
zin heeft. Het is mogelijk, maar het zal niet simpel zijn. Het is Club Brugge en geen Witte Raaf, of hoe moet je het noemen, die één keer om de 5 of 10 jaar in die top 4 belandt. Dus nee, dat is het. Het is een gevestigde waarde. Zijn, ja, met Union je nooit, erbij. Je denkt nooit dat Club Brugge niet in die top 4 zal zitten vooraf. Ja, denk, moest je het aan iedereen gevraagd hebben, dat iedereen zou zeggen, ja, kandidaat kampioen. En dat ze nu op positie 4 staan. Wat is het? 3 op 15 halen. Ja, niemand zou dat op voorhand kunnen voorspeld hebben, na het ook Champions League verhaal. Dus het zal niet makkelijk worden om hem nog in te halen, maar alles is mogelijk. Kijk, we zijn de jager, gelijk dat Union nu de jager is op Genk. Dus voor wie is er dan meer druk? Wij misschien, ja, iets positievere druk, als ik het zo mag zeggen. Club Brugge, ja, die moet achter zich kijken. Dat is niet, mentaal is dat niet makkelijker. Dus belangrijke wedstrijd nu opnieuw tegen Charleroi. Club Brugge speelde op verplaatsing, denk ik. Dus we zullen er alles aan doen. Ondanks alle blessures en de niet al te grote kern die we hebben. En we doen nog mee op 2 fronten nu, Europees ook. Maar we gaan eerst beginnen met die reis voor de top 4. Ja, inderdaad. Dat is wel, want er is vaak kritiek op het systeem met de play-offs, maar je hebt toch elk seizoen weer een soort van, ja, ik zal het maar kleine titelstrijd noemen. Die race naar dat laatste plaatsje. Dat is alleen jammer dat top 4 is, top 6. Ja, ja. Zou ik ook beter gevonden hebben, omdat je dan achteraf nog een echte competitie hebt als je nu 10 punten of 8 punten voorstaat op iemand, dan is dat moeilijker om die nog in te halen. Dus die na-competitie is dan ook spannender met 6 ploegen. Misschien minder eerlijk, zullen er veel zeggen, maar het zorgt dan toch nog voor een spannendere reis, vind ik. Ook nu met 3 zakkers, dat zorgt ook voor heel veel druk. En je ziet ook aan hoeveel trainers dat er al daardoor volgens mij ook ontslagen zijn. Hé. Dat systeem zorgt er eigenlijk ook voor, denk ik, dat er nog meer druk op de coaches terechtkomt. Want hier bij Gent wordt er verwacht dat de top 4 behaald wordt. Bij Brugge, Antwerp, Anderlecht normaal ook. Dan heb je een ploeg of 6, 7 die kunnen of konden degraderen. Ik denk dat dat wel eens een tol eist op dat gebied ook. En dat is wel interessant. Ja. En de vooral, kern is niet breed. Het hangt er ook vooral af als Club Brugge doorgaat tegen Benfica. Ja. Hetgeen natuurlijk zeer moeilijk is, dat weet iedereen. Maar als je doorgaat, je ziet wat de naweeën zijn geweest van een Europese Champions League doorgegaan. En in competitie natuurlijk punten verloren. En als je ziet dat je dus 17 punten achter staat op Genk. Ja, dan weet je dat punten gekost is. En als je dan op 2 fronten nog doorgaat, heb je een voordeel, financieel voordeel, maar je hebt dan het nadeel dat je verliest altijd punten. Ik denk dat zij vooral last gehad hebben van decompressie. Decompressie, ja. En dan opeens is het like kaartenhuis in elkaar gevallen. En ons heeft dat eigenlijk een boost gegeven vorig seizoen tegen Rakko. En dan, 3 dagen daarna of zo, moesten we die wedstrijd verloren hebben tegen Rakko. Dan denk ik niet dat we winnen tegen Club Brugge. En door de euforie winnen we 6-1. En hopelijk kan dat ook nu voor ons tegen Karabach dan. En dat we hopelijk nog altijd in die strijd zitten. En dat zie ik wel gebeuren. Dat we dan ook door die kwalificatie misschien terug een boost krijgen. En dat we nog meer energie krijgen. En hopelijk terug wat spelers recupereren. En dan zie ik het wel goed in. Ja, weet je al veel van Karabach? Want dat is de grote onbekende natuurlijk voor iedereen. Ze spelen in Baku. Ja. Ik heb de spelers gezien en ik moet zeggen dat ik nog met 1 speler samengespeeld heb bij Zenit. Ah ja? En de spits, ik denk dat hij zelfs topschutter is. Maar ik moet nu eerlijk toegeven dat ik zijn naam vergeten ben. Maar Charles was belangrijk, Nicolas. Maar voor de rest. Is het een goede ploeg, Karabach? Want, een stevige ploeg. We kunnen ons daar geen idee van vormen. Hè? Stevige ploeg. Ik heb zo een paar fragmenten al gezien, een paar matchen. Ik denk dat het tegen Freiburg was, dat ze daar spelers onderuit schopten. En dat ik dacht van zal hier niet makkelijk worden. Zeker daar, als eerste daar. Ik denk dat we daar toch een goed resultaat moeten neerzetten. Als het maar geen schoppartij wordt, want geblesseerden kunnen we niet gebruiken. We hebben er weer een aantal bij gekregen. Vaandis is nu geopereerd moeten worden aan zijn knie onder andere. Gaat het puzzelen worden de komende weken?
Ja, het is altijd lastig als je niet je beste spelers ter beschikking hebt. En het zijn er toch x aantal. En ja, soms is het misschien een makkelijkere keuze, maar een spijtige... spijtig is verkeerd uitgedrukt, maar de keuzes worden soms makkelijker gemaakt omdat je met minder bent. Maar ja, het is natuurlijk jammer dat je dan niet... hun beste ploeg kan zetten. Maar oké, het is dan al aan de anderen om te tonen dat ze het wel kunnen. En we moeten ons dan er niet te veel achter verstoppen. We hebben nog altijd meer dan 11 spelers. Dus, je moet wel zien dat hij dus toch een aantal kwaliteitsverlies leidt. Als je een Tissoudali enzovoort met Vadis en Kums en dan een keer links of rechts daar zijn er nog een paar. Dat je dus die kwaliteit altijd mag opvangen door inzet en... Dat is ook niet altijd het geval. En dan moet het juist in de juiste vorm, op het juiste moment, dat tikje mee hebben. Dat is niet altijd gegeven. Dat is een probleem. Het is de vraag van 1 miljoen, George, ook voor jou. Gent in de top 4 aan het einde van de rit of niet? Ja, ik hoop het uit de grond van mijn hart. Want het is een heel plezante club ook. Een leuke club. Natuurlijk, om meer concurrentie, zoals Nicola juist gezegd heeft, het zou beter zijn dat je met 6 dus daar en de play-offs 1 dus met 6 zouden zijn. En dat zou ook wat eerlijker zijn. Nu 3 ploegen die zakken, je weet wat voor paniek. Paniek, ja, we zien hoeveel trainers, 10 trainers al. Dus ze hebben jou nog niet gebeld buiten lijn. Ze bellen jou nog? Of, Er wordt redelijk veel gebeld, maar ik zeg dat jij redelijk gezond bent. Dus ik moet gebuur blijven van Nicola, ik moet thuis zijn. Nee, alle gekken op een stokje, maar... 3 ploegen die zakken, zoveel trainers die ontslagen worden. De stress, kijk wat Anderlecht nu overkomt. En dan wordt die druk langs alle kanten, niet alleen in de bestuurskamers, bij de supporters, bij spelers. Spelers die het ook niet aankomen met die druk omgaan, want spelen tegen degradatie is ook heel moeilijk en heel lastig. Spelen voor het succes, voor kampioen te spelen is één zaak. Voor in die play-offs één te geraken is een tweede zaak. Omdat we weten wat er ook financieel aanhangt. Niet alleen sportief, maar ook financieel aanhangt. En zonder financiën is het zeer moeilijk. Ondanks sommige ploegen die geld hebben, die dan ook nog geen evenwicht vinden. Ja, als Gent het niet haalt, die top 4, dan gaat er gewurteld worden. Weet je wat wurtelen is? Ja, ik zie hier zoiets staan. Ja, onze wurtelbak. Ik vind dat een klein bakje. Normaal staat er zo 3-4 bakken. Van, dat had gekund, inderdaad. Onze trouwe luisteraars of kijkers, die kennen hem ondertussen, onze wurtelbak. Je mag er eentje uitnemen, George, zou ik zeggen. En lees maar eens voor wat op het briefje staat. Het gaat zoals altijd... Ik had al mijn leesbril moeten pakken. Soms. Om een, laat ons daar maar zeggen, een klacht of iets waarover... geneut of gewarteld wordt. Lees maar voor. Met de standaard situatie doet Gent te weinig. Dat is nog een van mijn motivatiedingen. Geen ploeg krijgt meer corners in België, maar wat het aantal grote hoekschoppen betreft, hinken de Buffalo's achteraan. Voilà. Het is, ik herinner het mij, het is voor één keer geen wortel, om het zomaar te noemen, van supporters. Stilstaande fase zijn nu eenmaal 50% van de doelpunten. Het is er eentje uit de krant. Wie het volledige stuk wil lezen, verwijs ik graag door naar het nieuwsblad. Dat ik niet gezeurd heb. Maar ik zit in de arbeid. Ik heb niet gezeurd. Nee. Omdat Nicola erbij is, die sterk was op stilstaande fase. Het staat erop. Het gaat inderdaad over de standaard situaties. George heeft het net voorgelezen, Nicola. Er wordt weinig gescoord uit standaard situaties. Aangezien we hier met de assistentcoach zitten, kan die daar misschien een verklaring voor geven. Of is dat moeilijk? Ik denk dat we er meer dan genoeg op trainen. Ja. We hebben verschillende vormen. Kort, rechtstreeks voor het kot, bepaalde zones. Ik denk dat er genoeg opties gegeven worden en ook uitgevoerd. Maar ik denk dat we dan soms op de juiste moment een beetje de grinta missen om echt die goal te maken. Want soms zitten er slechte corners bij, maar ik denk dat er veel goed getrapt worden. En dan zie je dat we juist 10 centimeter tekort komen of achter onze man blijven. Dan missen we dan misschien een beetje echt de mentaliteit... De wil om echt die goal te maken. En dat hangt van kleine details af. En dat mankeert misschien een beetje bij ons. Ja. Het moet wellicht zoiets zijn, want ik herinner mij van vorig seizoen, tweede helft vorig seizoen, dat er wel geregeld een bal binnenging op corner of vrije trappen. Ja, maar dat is niet omdat we dan opeens iets veranderd hadden. Mm-hmm. Dus ik denk, misschien als 1-2
ja, kort na elkaar scoort, dat misschien geloof nog meer groeit. Het geloof in zichzelf van ja, kijk, ik kan het toch, ik kan toch scoren. Vroeger was dat ja, bij mij hetzelfde. Ja. Als ik het gevoel had van kijk, ja, nu het gaat gaan, dan lukt het meestal ook meer. Dus ja, misschien ja, toch nog wat meer focus. Op het moment zelf toch om uw tegenstander af te houden of in zijn rug te duiken of voor hem te springen. Kijk, we hameren er genoeg op. Maar het klopt inderdaad dat we meer kunnen scoren, want ja, we krijgen redelijk wat corners tegen, ook ja, door het systeem van hoge pressing dat we spelen. Hè. De tegenstander leidt veel balverlies daar en corners inworpen en die dingen, dat krijgen we daar wel veel. Dus, ja. Ja, klopt. Jij vond het vast ook belangrijke standaard situaties. Ik vond het misschien te belangrijk, want er werd heel veel op getraind, maar Hein ook, Hein traint daar enorm veel op. Ja. En soms moet je opletten, ik zelf ook, ik heb mezelf betrapt dat ik soms te veel de focus leg en dan zet je te veel concentratie op het spel. Zoals Nicola juist zegt, dat is dan bijvoorbeeld die looplijnen die je krijgt en welke zones dat je moet gaan bezetten, dat je die misschien juist een keer averechts doet. Ja. En dat je dan voor die verrassing, want ja, zij zitten ook alles al die datzelfde statistieken zijn en we weten dat de loopbeweging van Nicola die in die eerste zone komt en bijna nooit aan die tweede. Ja. En dan komt die toch wel een keer aan die tweede. En dan moeten spelers ook een keer aanvoelen dat die bal dan juist over moet geven. Het is vooral natuurlijk de trapper. Maar ook het lopen. En dit moet altijd juist voor u komen. Of een keer de bal in de kluts. Dat je klaar bent. En die tweede bal gereed zijn. En dan die kluts is er. En die komt van die doelman. En dan ben je er niet bij. Ja. En dan staat er daarin in die tweede zone. Die kan helemaal alleen die bal binnenkoppen. En die wordt gelukkig afgekeurd. Dus, maar het afdwingen. Ik zie dat Nicola bedoelt. Het afdwingen van die kans. En van die zones te vrijmaken. Het blokken. Op zijn basket, het blokken. Dat ik ga Nicola vrijmaken, dan ga ik jou hier wegblokken en dan gaat Nicola de vrije zone krijgen. Dan ga ik mij opofferen in functie van iemand anders. En dat die opoffering voor iemand anders te laten scoren, is de gunfactor die ook spelers moeten hebben. Kun je tegenstanders nog verrassen eigenlijk met standaard situaties? Want er is zoveel videoanalyse tegenwoordig. Jullie weten perfect van de tegenstander hoe zij die trappen, wat de acties zijn. De tegenstander weet dat ook van jullie, veronderstel ik. Ja, je weet altijd wat er in de vorige wedstrijden van de tegenstander gebeurd is. Maar oké, dat wil niet zeggen dat je niks nieuws kunt uitproberen. Of iemand anders uitblokken. Een andere speler die in een andere zone loopt. Een andere speler die de bal trapt, die kort gegeven wordt. Er zijn zodanig veel variaties. Dat er toch meer kan uitgehaald worden. Ook al krijg je alles op voorhand doorgestuurd en in de videoanalyse wordt dat allemaal besproken, maar ja, kijk, we hebben er toch wel al een paar gepakt zelf, dus moet zijn dat we toch nog te verrassen zijn. Hè. Ja, ja. En je moet zelfs niet verrast zijn om een goal binnen te krijgen, of je moet de tegenstander niet verrassen als je goede koppers hebt die veel duels in de lucht winnen, dan moet het niet super verrassend zijn. Hè. Een bal voor kot. Die kan mooi binnengekopt worden zonder iets speciaals te doen ook. Voilà, kijk, de wedstrijd tegen Marokko tegen België. Die bal die in de eerste zone doorkomt, die wordt afgekeurd, gelukkig. Juist voor de rust. Maar dan de tweede helft gaat diezelfde bal. Dat heeft natuurlijk te maken met de man die de eerste zone gaat bezetten. Die een grote jongen moet zijn, 1,85 meter, sterk. Dat is meestal de spits. En die zone maakt dat die eerste zone dat daar niet wordt doorgegaan. En spijtig genoeg ging die tweede bal dan toch wel binnen. Omdat de grinta van Marokko, zoals Nicola juist zegt, de grinta van Marokko voor te willen winnen veel groter was. En niet dat die spelers van Angers beter waren. Iemand Amala beter is. Amrabat die bij Brugge niet speelde. Dat die beter, maar die gewoon die grinta meer hadden. En dat moet je juist, zeker in die stilstaande fase, moet je nog meer concentratie, maar ook die wil tot winnen. Als je hem bezig hoort, Nicola, hij is te vroeg gestopt, hè, als coach. Zeker. Hij heeft nog altijd de passie. Absoluut. Maar dat deel van jouw leven, van je carrière, is achter de rug, George. Laat ons dat inderdaad maar eens terugkeren in de tijd. Hè. Naar jullie begin samen, dat was een goede 20 jaar geleden, denk ik. 2004, toen ben jij begonnen bij Agent. Vertel nog eens, hoe ben je hier terechtgekomen? Ik kwam via Moeskroen naar hier. Ik bracht twee spelers mee. Dat was Lebut en Grégoire.
En dan in die tijd kwamen we nog zo'n kleintje testen, zo, zeker Boussoufa. Die kwam testen en hebben we tegen Michel afgesproken om de rust die af te nemen, want die speelde zo goed. Die speelde de boek aan dag Yveske van der Hagen ondersteboven. Dus heel snel mee naar boven en weg en naar het stadion en zo verder. Michel wil heel vlug tekenen en Boussoufa is dan bij ons geraakt. Heeft dat uitstekend gedaan. Nadien is er nog zowel zo'n team gekomen, een Stojka, die ook niet de simpelste was, maar die bij ons een fantastisch seizoen heeft gespeeld. Die dan ook de werkkracht terugkreeg. Ik weet niet van waar dat met haalde, want hij heeft dat bij Anderlecht niet gedaan, bij Club Brugge niet gedaan. Die deed dat hier wel. Maar die moest niet veel trainen, hè? Die was altijd in de gym. Maar die trainde ook wel door. Die trainde door in die trainde de gym. Wel door, maar die was speciaal in het hoofd. Dus als je soms een keer een speciaal ertussen hebt, als dat niet ten nadele, en als je een goede groep hebt, wordt dat ook aanvaard. En als je presteert, wordt dat ook aanvaard. En de coach zal hem dan ook in de gym, want ik liet die man dan soms iets minder trainen. En dan zat hij nog in de gym en dan bleef hij daar nog een uur in de gym zitten. En dan zat hij al 2,5 uur in de gym. En dan die mannen mochten dan heel snel naar huis. Maar het was een fantastische groep op gebied van complementariteit. We gingen dan spelen Europees en dan hadden we zo'n speler like Foley. Die dan erbij kwam, een Olifadé. We hadden dan nadien hebben we nog wat Costa Ricanen, Azofaifa, die onmiddellijk inzetbaar. Brian Ruiz, die ondanks wat men zegt, in het begin heel veel heeft moeten doen voor zich te manifesteren. Zeker bij mij, moest mij overtuigen. Zijn aanpassing, en ik weet wat dat is, aanpassing van een ander land komen, dat men onmiddellijk rendement, vergeet dat. Dan heb je gewoon geluk gehad. En als trainer heb je dan gewoon geluk gehad. Die moesten zich aanpassen aan de levenswijze, de manier waarop, hoe dat wij speelden ook. Ander soort voetbal ook. Maar die groep, ja, die zat met de Harpoels, met achterin, met een Smoye, met een Mirvic, met Leibut, met Nicolas. We hebben veel ook spelers. Guillaume Gillet, die dan kwam als vrije speler ook, die ik op de rechtsachter... Sandy Martens, die dan na zijn machine speelde, terug op die rechts. Ik heb nog redelijk wat uitgeprobeerd. Zijn positie was centrale positie, maar links altijd linksachter gespeeld. Zou die flank moeten doen op bepaalde momenten. Maar we hadden eigenlijk wel altijd een heel sterk middenveld. En dan voorin, met dat publiek ook, was altijd iets te doen. En de laatste 10 minuten, dan die supporters duwden u vooruit. Ik meen niet, het was een osmose tussen supporters en de groep die heel beperkt, laten we zeggen, we waren beperkt financieel, maar wij waren sportief sterk, vond ik. Voor de kwaliteit die we hadden, vond ik ons enorm mentaal en fysiek sterk. 2004, 2005, dat was je eerste seizoen. Het was in die zomer dat jij toen je profdebuut maakte. Hè? Je kwam van Brugge. Van Brugge, ja. Ja. Van de beloften van Club Brugge. Had George daar iets mee te maken met die transfer of niet? Nee, het was Gilbert de Grote die mij had zien spelen, vooral met de jeugdploeg van de Nationaal Ploeg. En dan had ik hier getekend, minimumcontractje en ook met de bedoeling vooral om nog verder te studeren. Dat kwam goed uit, want ik ging rechten studeren in Gent. Dus dat was wel een voorwaarde dat ik dan nog mocht verder doen. En ja, dat was geen probleem. En zo, in feite begonnen bij de A-kern. En ik had zo in mijn hoofd van, als ik hier een keer in de selectie zit, dan ga ik wel content zijn en dat zien we wel. En ja, vanaf de eerste speeldag heb ik mogen spelen. Ik zit nog altijd voor me. Tegen Beerschot in Tottenstadion. We verliezen die wedstrijd 0-1. En we winnen hem achteraf nog door... iemand zijn werkvergunning van Beerschot niet in orde. Voor de groene tafel. Dus ik kan zeggen eigenlijk dat ik mijn wedstrijd wel gewonnen heb. Mijn eerste wedstrijd als prof wel gewonnen heb. Maar nee. Hoe komt het, Joost, dat je hem zo snel in de basis gezet hebt? Eerst en vooral omdat hij linksvoetig, intelligent, persoonlijkheid en wou iets bewijzen. Hij had, omdat hij, denk ik, ook bij Club Brugge niet de kans had gekregen van die A-ploeg te komen. Bij ons gehaald en door Gilbert de Grote ook wel het vernoemen waard. Een man die enorm veel betekend heeft voor de club en die enorm veel goede transfers heeft gerealiseerd in dat scoutingsapparaat. Niet ouderwets, redelijk modern. Uh-huh. En ik wist ook wel dat hij een centrale verdediger is, maar dat stond ik met Smoye en Leibut normaal gezien. Redelijk sterk, dus ook fysiek moet je kijken. Die mannen waren allemaal 1,87 meter, 1,90 meter. Dus die hadden een serieus fysiek vermogen. En daarop, op stilstaande fase, pakten wij heel weinig doelpunten. Ook offensief maakten we veel doelpunten. Je moet ook maken dat je lengte hebt, dat je kwaliteit hebt op gebied van fysiek. Ja, als je dan Boussoufa de eerste 2 maanden...
Dat was een heel moeilijke bevalling, want daar te zeggen tegen hem, ja, je moet niet altijd tussen die benen spelen, nog een keer terugkomen en nog een keer hakje. En dat was ik noem dat zaalvoetbal. En ja, tot die een keer op training, een paar keer heb ik erop getrapt. En vroeg ik aan die mannen van de rook een keer door op de trap. Ik ook. En dan zei George tegen mij, opletten, je gaat toch niet met de eigen geld spelen. Dus als ik het goed begrijp, George, gaf jij de opdracht aan Nicola en de andere verdedigers, pak hem maar eens aan op training. Nee, omdat hij soms te veel deed. En dan moet zeggen, het enige dat hij nodig had, is actie maken en creëren. Ook vrijschoppen heeft hij erop getraind, totdat hij perfecte vrije trap kon trappen. Eerste hoek of tweede hoek. Die ballen vielen dan juist over. Dat is een kwestie van heel hard werken. Ook overtuigen. Ook zijn overtuiging. Hij is moslim. Hij deed dan de Ramadan ook nog. De groep had begrip dat hij maar één keer moest trainen. Dat hij snelmiddags mocht daar blijven rusten in het spelersroom. We hadden toen nog wel geen hotel en zo verder en kamers. Maar oké, die kon dan blijven. En dat is dan heel veel begrip creëren in die groep. En die groep was er zoveel begrip naar elkaar toe en appreciatie naar elkaar toe. En geen afgunst en jaloezie. Iedereen gunde naast Nicola nadien, nationaal ploeg en Zenit. Nee, gunde. Als iedereen die hier terugkomt, die zie je ook met een smile op zijn gezicht. Oh. En die komt hier de aftrap geven of die komt hier. Dan zie je... Het was een leuke tijd. Het was een mooie tijd. En dat moet je blijven creëren, vind ik ook. Nu in de toekomst ook. Dat men hier graag komt, dat spelers hier graag komen. En dat zij terugkomen, dat ze carrière maken. En die gunfactor is dan, ah, top. Het is nog eentje van ons geweest. Het is nog een Buffalo geweest. Je mocht hem dus wel eens aanpakken op training, Boussoufa. Maar was hij grijpbaar voor jou? Want het was een heel goede voetballer natuurlijk. Hè? Ja, het was een heel goede voetballer. Ja, de 1 tegen 1 tegen kleine mannetjes was niet echt mijn sterkste punt. Maar oké, ik denk dat me wel beholpen heb. En ik ben hem toch later nog tegengekomen bij Makhachkala met Zenit. Dus daar stond ik een officiële match tegen hem. Zelfs tegen Anderlecht denk ik dat ik nog tegen hem gespeeld heb. Maar ja, oké, het was een hele goede voetballer. Ja, absoluut. De beste met wie je ooit gespeeld hebt? Of, want je hebt natuurlijk heel veel meegemaakt, nationale ploeg ook en zo. Ja. Daar liepen nog wel andere mannen rond misschien. Hè? Ja, daar liep er toch nog een beter niveau. Ja. Heb je daar een idee over van, dat is nu de beste speler met wie ik ooit samen in de ploeg gestaan heb? Dan moet dat De Bruyne zijn of Hazard. Met Hulk heb ik ook samen gespeeld, dat was ook een hele goede individueel. De Bruyne is misschien... in het algemeen een veel betere, maar Hulk individueel, dat was toch iets apart. Ja. Nicola, die zat er bij ons in de groep, bij de jeugd, hè? Bij A-agent De Bruyne. De Bruyne zat hier nog bij de jeugd, omdat wij konden hem niet houden. Die is dan naar Genk gegaan en ik moet zeggen, hij was toen zo al een beetje koppig hard, een winnaarstype, het rosse type zo. Dan zijn we heel blij dat er een Belg is van wereldniveau. Dan moeten we durven stellen... Wat De Bruyne Kevin nu doet, is... Ik vond het ook spijtig dat we dat niet hebben uitgespeeld op het WK. Daar hebben we hem niet uitgespeeld. Want die kan niet aanspelen, zelfs al naar de mannen zijn rug. Want hij gaat dat wel oplossen en zal de boel wel doen draaien. Maar uiteindelijk is dat wel, denk ik, een van de beste die we... Gent-normen natuurlijk, was Boussoufa op die moment. Ja, konden wij hem ook niet houden, we hebben hem naar Anderlecht moeten laten gaan. Ja. Dus het was ook de bedoeling van de spelers te verkopen... Ja, op de dag van vandaag zou het niet meer gaan. Hè. Allee, zou Gent dat nooit meer doen? Zo'n speler naar Anderlecht sturen? Anderlecht kan het ook niet meer betalen waarschijnlijk. Maar naar Brugge zouden we hem ook niet laten gaan, naar Genk niet. Dus dat is een beetje veranderd. Hè. En gelukkig maar. Gelukkig staat Gent nu zelf aan de top. Hè. Ja. Maar dat is voor op de tijd, hè, want Nicola is al rechtstreeks naar Zenit gegaan. Ook Boussoufa heeft nog een tweede stap gezet naar Anderlecht en daar prestaties gedaan en van daaruit vertrokken. Nou, jij bent eigenlijk rechtstreeks van Gent vertrokken naar Zenit. Hè. Ja. Dikke. Dikke op elkaar. Ja. Klopt. Dat eerste seizoen, George, werden jullie zesde. Was dat toen de plaats waar Gent thuis hoorde? Ik denk het wel. Alleen hebben we een keer een thuiswedstrijd tegen Club Brugge gespeeld. En hebben we die spelen gewoon van het veld gespeeld. Een 4-1, dacht ik. Ja, maar dat was niet het eerste seizoen. Dat was zelfs derde al, denk ik. Nee, tweede van Boussoufa. Boussoufa deed toen alles met Maartens naar achteren bij Club. Die is zot gespeeld. Ja. Maar dat seizoen, denk ik dat logisch was. Dat wij op die positie ongeveer... Ik denk dat we dan... Eigenlijk door dus toch spelers die dan weggingen nadien in het tweede jaar en het derde jaar, dat men
eigenlijk een uitstekende transfers politiek heeft. Hè, voor je ook recht te houden, financieel. En dan natuurlijk, oké, later is er dan pas het nieuwe stadion gekomen. Was ook wel leuk in dat oud stadion. Ik moet zeggen, het gaf toch wel iets. Ja, dat was een leuk stadion om te spelen. De Club 50 en de VIP. Dat was echt leuk. We hebben nog een keer in Interland gespeeld met België, Finland. België, Finland hebben we nog een keer. We zijn nog blijven plakken, denk ik. Ja. Toen een keer. Nee, we hebben nog rustig gediscuteerd voor s'avonds na de wedstrijd. Ja, die stadions worden nog wel eens vergeleken. Hè. Het Autostadion en de Gelamco Arena van nu. Ik denk dat iedereen het over eens is dat dit een van de mooiste, zo niet het mooiste stadion van België is. Maar er is soms wel wat kritiek over de vraag of het voor de beleving het ideale stadion is. Je zit er niet echt heel kort op het veld natuurlijk. Maakt het verschil? Ja, het is wel een stadion die nog groeipotentieel heeft. Hè, als het echt nodig is en hopelijk. Ik hoop echt dat gebeurt. Dat er genoeg volk komt kijken. Iedere wedstrijd dat Gent kan zeggen... Ja, we gaan het veld verlagen en we gaan de tribunes toebouwen. Voilà. Hé, en dan ga je echt een Engels stadion krijgen. Hé. Ja. Kort op het veld. Maar ja, ik kan begrijpen dat ze het niet doen. Want daarvoor moet het wel iedere week vol zitten. Dus, maar oké, ja, dat is natuurlijk ook misschien onze verantwoordelijkheid om dan meer te winnen. Dat is ook waar. Ja. Ja. Nu, langs de andere kant is het wel een mooi stadion. Ja, het is langs de andere kant, kijk een keer naar het andere stadion in België. Kijk een keer naar het Nationaal Stadion. Kijk een keer, ik hoop straks dat Antwerpen ook dat stadion kan afwerken. Dat we een keer een echt voetbalstadion hebben. Jullie hebben al een mooi stadion. Dat zeg ik, denk aan Club Brugge jaloers is van jullie stadion op deze moment. Ja, dus kijk een keer naar al die andere stadions wat niet kan in België door een aantal feiten. Ik vind het verschrikkelijk dat in Duitsland alles kan. In Rusland 2018 allemaal nieuwe stadions, allemaal perfect georganiseerd enzovoort. Niet dat Rusland nu een voorbeeld is, dat is nog wat anders op deze moment zeker. Maar qua stadions en qua infrastructuur... is, ja, ik moet zeggen ook, het oefencomplex nu van Agent is toch fantastisch mooi, hè? Ja, ik denk dat... Ja. Het enthousiasme in die tijd was, zoals je een paar keer gezegd hebt, best wel groot, want ik heb me laten zeggen, of laten vertellen, dat er in de Bruiloftstraat aan het Autostadion in die tijd cd's verkocht werden met een nummer op de tonen van Duda, van cartoons. Ik weet niet of je dat kent, George. Duda, Duda. Ja. En het ging als hoofd... Ik kan niet zingen, voor alle duidelijkheid. Maar het ging... Zing maar een keer. Het ging min of meer zo. Met Lekes gaan we naar de top. Forza, Forza. Met Lekes gaan we uger op. Zoiets. Zegt jou dat iets? Het is nergens terug te vinden, blijkbaar. Zelfs niet bij de grootste verzamelaar van de club, Martijn de Bakker. Ik heb er eigenlijk nooit van gehoord. Ik vind dat je dat heel goed zingt. Dat je dat nog een keer wilt zingen voor de supporters en voor de Buffalo's. Ja. Nee, ik heb het eigenlijk ook nooit gehoord. Ja. Alleen, ik ben hier heel graag geweest. Ja. Was hij populair bij de aanhang? Weet je dat nog? Ik denk dat wel, ja. Ik denk dat ik niet te veel boegeroep heb gehoord. Ik weet altijd dat we niet te goed begonnen aan het seizoen, maar altijd goed eindigden. Twee keer vierde ook. We trainen wel hard in het begin. In het begin trainen we verschrikkelijk hard. Je ziet, alles komt terug eigenlijk. Hè. Dat is nu ook vaak. Ja, slecht beginnen om dan uiteindelijk toch goed te eindigen. Ja, ja. Ik denk dat we zelfs twee keer de beste terugronde of zo gespeeld hebben. Maar... Ik denk dat George wel populair was, want ja, ik denk dat ze wel dat hij zelf wel voor wat commotie heeft gezorgd wanneer dat hij wegging. Meestal is dat zo. Dus, ja, ik denk, het wil toch iets zeggen als de supporters zo boos zijn als je weggaat. Dus ja, moet zijn. Maar het leuke is ook dat je toch iets goed neerzet. Het leuke is dat wel sommige trainers maken zich dan dikken. Als Michel Prudhomme hier kwam, die heeft dat toch ook hier getraind. Hè, en we zwaaien allemaal aan Michel en Michel maakt ze dan kwaad. En ik begin dan te zwaaien naar het publiek terug. Hè. Ik vind het dan leuk en zit dan bij een andere, komt bij een andere club hier. Ja. Dan vond ik dat ook leuk. En als je dan daar niet agressief op reageert, als trainer, dan lach je dan een keer weg en dan zwaai je een keer. En ja, die mensen zijn ben tevreden. Dus zo simpel is dat. Een van de hoogtepunten van dat tweede seizoen was inderdaad die 4-1 tegen Club Brugge. Hattrick Boussoufa, je herinnert je die match nog, veronderstel ik, Nico? Ja, zeker. Ik denk dat een van de leukste wedstrijden uit heel mijn carrière is. En ik stond achter Boussoufa, Boussoufa links. Ik weet nog dat ik tegen mijn beste vriend speelde, Gunther van Oudenaarde. Ja, de mensen zeggen altijd tegen een vriend spelen, dat gaat u laten doen en dat is niet scherp, maar ik vind dat juist omgekeerd. En
Ja, dat was een schitterende wedstrijd, denk ik. Het Gentse publiek ook. Ik had hem nog nooit zo gezien. Dat was formidabel. Ook, ja, ik denk dat we toen een hele goede periode hadden. En de match was direct uitverkocht. En ja, kijk, als ik eraan terugdenk, ik word er nog gelukkig van. Ja. Bij een van die goals van Boussoufa loopt hij ook naar jou en hij vliegt jou in de armen. Hè? Dat was eigenlijk, wat is eigenlijk onze groep, maar ik zal er nu aan toevoegen van Nicola. Het probleem van Boussoufa is, je moest hem in een vrije rol krijgen en Nicola moest heel die ruimte opvullen. Moest dan af en toe nog een keer meegaan. Moest dan af en toe die centrum nog een keer gaan dichtdekken. Maar Boussoufa kreeg alle vrijheid. Oh. En als we de bal kregen, mochten wij gewoon, of iedereen mocht gewoon inspelen. En Boussoufa stond wel ergens vrij, dus tussen de linies in. En die zocht de ruimte op, waar dat die gevaarlijk kon zijn. Ging er mandeling op spelen, ging je diep, kwam hij terug. Dus wij wisten een beetje, en zij wisten. En het is vooral de ondersteuning die Boussoufa die wedstrijd kreeg, ook van het middenveld, maar vooral van hem. Omdat je dan puur heel die ruimte moest bestrijken en slim. Ja, dan moet je dan twee slimme voetballers achter elkaar. Dubbel plooien, zeg maar, omdat Boussoufa zou kunnen... Ja, altijd. Nee, maar... Ja, alleen voor een goede speler doe je dat altijd. Ja, ik zou het voor iedereen doen, als het nodig is. Het was niet ik die de dribbles uit mijn sloffen ging halen. Dus ik denk niet dat de creativiteit van mij zou gekomen zijn. Dus met mijn kwaliteit te spelen, dat was het beste dat kon. Dat tweede seizoen eindigen jullie vierde. Ja. Het seizoen daarna derde, opnieuw met George, met jou ook. Derde zelfs? Ja. Ik had in mijn hoofd dat we 1 keer 6e en 2 keer 4e gingen. Oh, okay. Ja, klopt. Ja. Maar dat klopt. 1 keer 6e en 2 keer 4e. Nee, ik bedoelde het derde seizoen. In dat derde seizoen zijn jullie ook weer vierde geworden, inderdaad. En toen was jouw status denk ik ook wel al veranderd, hè, binnen de ploeg. Was jij toen een van de leiders op dat moment? Want ook Rode Duivel geworden op dat moment? Leiders zou ik niet durven zeggen. Ik denk dat we al een paar leiders hadden van hogere leeftijd. Ik was ook nog altijd maar 22. Maar ja, ik denk dat je toch iets wel wat meer durft. Ook verbaal en ja, ik voelde me wel veel beter al op die linksbakpositie. En ik denk dat dat wel een goede school geweest is voor mij. Om dan zelfs terug centrale verdediger te worden. Ik ben een betere voetballer geworden op die positie. En ook waarschijnlijk meer volume gekregen, fysiek. En ja, ik moest het eerste seizoen zien. En vergelijken met het derde seizoen. Dat ik veel meer durf als voetballer. Dan in het eerste seizoen. Dus ja, dat een goede stap dan geweest is voor hoger op te geraken. Hij is wel een goede trainer geweest voor jou. Ja, zeker. Ja. Dat betwijfel ik. Dat heb ik altijd gezegd, ja. Ja. Ja, het was eigenlijk dus geen toeval dat jij hem op die linkerkant gezet had, hè? Nee, omdat ik wist ook wel dat hij centraal die zich meer op zijn gemak zou voelen. Maar hij had nog zoveel te leren en de technisch en de snelheid van uitvoering. En ook in het volume. En af en toe kwam er ook nog tot een zeer goede center eruit. Dus het was een kwestie, hem gebruiken op zijn kwaliteit. En constant maakte hij zichzelf beter. Uh-huh. De trainer moet dat niet op zijn hoed steken. Maar ik wil dan toch vergelijken, heeft het dan zelf moeten maken. Je kunt er iets in helpen, maar zij doen het zelf. En als ik zie welke carrière dat hij dan zoveel jaren bij Zenit gespeeld heeft, maar ook in die nationale ploeg, moet ik je denken dat als je dat nu vergelijkt. Oké, dat hadden we Vertonghen, hadden Vermaelen, hadden Nicola, hadden Compagnie, hadden Van Buiten. Dus dat was ons centrum van onze verdediging. Dus we moesten zelfs met Alderweireld aan de rechterkant en Vertonghen op de linkerkant. Dus kun je denken wat voor kwaliteit dat je toen achterin hebt. We hebben intussen tijdens de nationale ploeg natuurlijk tot op wereldniveau. Maar we hebben op middenveld betere voetballers en voorin betere voetballers gekregen, vond ik. En als je dan ziet, die kwaliteit van spelers, en dan vind ik die structuur altijd, en de Nicola, centrum van de verdediging, met 2 of met 3, zoals zij, ik vind toch minstens dat een groep 2 of 3 of 2 tot 3 spelsystemen moet kunnen, en dat je de keren verandert, dat moet kunnen op dat niveau. En dan heb je een klein beetje persoonlijkheid nodig, intelligentie nodig, breed denken van de spelers. En hoe breder de spelers kunnen, en hoe meer kunnen meedenken, uiteindelijk kunnen zij dan beslissingen nemen en worden zij
De vormen ze zichzelf en maken zichzelf eigenlijk tot wie dat je bent. En als je 10 jaar bij Zenit speelt, en kijk een keer naar het palmarès. Ja, inderdaad. Hè. 3 jaar je ontwikkeld bij Gent. Altijd beter geworden. En dan die transfer naar Zenit. Rechtstreeks van Gent naar Zenit, inderdaad, zoals George aanhaalde. Maar dat was toen echt wel een opmerkelijke transfer. Hè? Ja, zeker. Door de keuze van club. Ja, dat was een opkomende club. Gazprom zat er nog niet te lang in. Dus daarvoor was dat een subtopper in Rusland. Maar een keer dat Gazprom zijn geld er heeft ingestoken, dan hebben ze een dik advocaat gehaald. En die had mij ook bezig gezien op het EK, omdat ze toevallig congé hadden. Dus je ziet maar hoe toevallig het allemaal kan zijn. En EK dan, voor beloften was dat. Ja, EK voor beloften. Ja. Dan is het snel gegaan. Ik had ook nog interesse van andere clubs. En vooral Hertha, daar wou ik zelf graag naartoe. Ja. Maar Michel die zag mij liever naar Sint-Petersburg vertrekken. En ik wou eerst niets. En ik zeg nee, ik ga niet naar Rusland. En dan heb ik samengezeten met de dikke advocaat in Breda. En dan heeft hij mij kunnen overtuigen door te zeggen van kijk, kom eens 3 dagen naar Sint-Petersburg en dan zie je wel wat je ermee doet. Interesseert het u niet? Oké, laat ons weten en we zoeken wel een andere dat we rap kunnen switchen, want het is binnen 2 weken weer competitie. Ik zei oké, geen probleem. En we zijn dan het vliegtuig opgestapt met Michel en mijn vrouw, mijn vader en mijn manager. En ik ben daartoe gekomen en direct beslist van dat ziet er hier niet slecht uit. En ze stonden toen aan kop en kijk, we zijn een jaar kampioen gespeeld. En 2 jaar nadien is Hertha gezakt naar tweede klasse. Dus je kan zien hoe snel dat allemaal kan lopen. En toeval dat ook meespeelt. Dus ik ben Michel eeuwig dankbaar dat hij mij toch een beetje in die richting geduwd heeft. Dus het eerste jaar kampioen gespeeld, dan het tweede jaar UEFA-beker gewonnen. Dus dat is allemaal mooi. Een mooie carrière geworden. Zo. Dus, 4 titels, denk ik. Met Zenit, 2 titels, bekers. Een paar supercups. En vooral clubmonument geworden daar. Hè. Aan het einde heb je daar een fantastisch afscheid gekregen. Enfin, het laatste jaar was sportief niet meer wat je wilde. Maar... Nee, maar daarmee dat ik had nog een jaar contract en daarmee dat ik ook teruggekeerd ben naar België. Maar de club ligt me nog altijd nauw aan het hart. Met Zenit zijn we in Rusland aanbeland. We weten allemaal wat daar allemaal aan het gebeuren is nu. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, het is jammer om dat zo te zien. Ik had het zelf niet zien aankomen. Ik ben altijd uber positief geweest over Sint-Petersburg, over Rusland. En had je me een jaar geleden gevraagd, Oekraïne echt binnenvallen, dan zou ik zeggen, dat gaan ze nooit doen. En kijk, dan zie je dat toch gebeurt. En ik ben daar toch wel niet goed van geweest. En nog altijd, het steekt, mm-hmm. Maar wij begrijpen de problematiek niet zo goed. Van in de Donbass daar, wat er daar 8 jaar geleden begonnen is. En ik zelf ook niet. Ik moet zeggen dat ik dat niet zo besefte dat er daar echt wel praktisch dagelijks bommen vielen. En dat ik denk dat we dat allemaal een beetje uit het oog verloren zijn. En dat toch blijkbaar heel gevoelig lag. En dat dan een aanleiding, een springplank is geweest voor Poetin om daar dan een grootschalige oorlog van te maken. Hè. Dus dat is heel, heel jammer dat nu moet gebeuren. Ja. Ik kan me voorstellen dat je in normale omstandigheden graag nog eens terug wil naar Sint-Petersburg, naar Rusland enzovoort. Zie je dat nu nog doen? Verandert deze situatie daar iets aan? Ik zou graag nog eens teruggaan naar Sint-Petersburg, maar het is ten eerste al heel moeilijk om er te geraken. Visums en al, dat weet ik niet, dat zal wel nog wel lukken. Maar ik zou wel naar Helsinki moeten vliegen of naar Tallinn.
dan een auto nemen tot aan de grens, daar ja, de grens over geraken en dan doorrijden tot aan Sint-Petersburg of naar Istanbul vliegen. Dat is het echtst dat niet de Europese Unie is, of Servië misschien, Belgrado, die hebben ook nog vluchten dan naar Sint-Petersburg. Dus het, dat is al niet eenvoudig. En ja, ten eerste ook ja, met mijn agenda hier. Het is moeilijk, maar... Ja, het is jammer. Ik heb nog Belgische vrienden die daar wonen. Die zeggen, ja, het loopt hier bijna geen buitenlandse toerist niet meer. De enige dat je vroeger dan nog had, waren Chinezen. Maar ja, met corona is dat ook. Dus ja, ik mis het wel, moet ik zeggen. Allee, ik ja, moet mijn woorden draaien en keren. Ik heb hier nu juist het woord oorlog gezegd. Ik zit al in mijn hoofd van... Oei, stel dat ik nu terug ga naar Rusland. Ja. Ze zien dat hier. Ja. Wat gaan ze ervan maken? Ja. Nou, ik verwacht nu niet dat ze daarvoor mij de bak gaan indraaien. Maar ja, het zijn wel mensen die daarvoor in de gevangenis vliegen. Hey, ik heb goede vrienden die... Ja, ik ga niet zeggen pro-oorlog zijn, maar die echt patriotten zijn. En ja, die het wel steunen, wat er allemaal gebeurt. Dus ja, kun je dan begrijpen hoe zij denken? Ja, ik probeer dan altijd een situatie in mijn hoofd te halen van... Met wat kunnen we het vergelijken? En ja, het is moeilijk. We hebben niet zo'n land waar dat we veel... Ja, landgenoten wonen hebben, dat er daar opeens iets gebeurt. Waarom is Amerika Irak binnengevallen? De Britten ook. Uh-huh. Dat was ook allemaal onnodig. Ze hebben ook geen kernwapens en dingen gevonden. En dat, ja... Allee, wij waren daar ook niet zo mee bezig. Hè? Wat er daar in Syrië, wat er zich daar allemaal afspeelde... En wij voelen ons daar ook niet schuldig over. Hè? Mm-hmm. Dus ik kan wel erin komen dat de gewone Rus zich ook niet schuldig moet voelen wat de president allemaal uitsteekt. En ja, het afkeuren, zou hij het riskeren voor in de bak te vliegen? En chapeau voor de mensen die dat wel doen, hè? Ja. Die dat wel willen doen. En ja, ik weet niet of dat ik zo'n tafelspringer zou zijn. Dus allez, ik ben misschien een lafaard op dat gebied, maar ja. Goh. Oorlog geeft alleen hetzelfde maar... Hetzelfde in Iran, hè. Ja, Iran is toch juist hetzelfde. Oorlog geeft alleen maar verliezers. En dus ja. Met oorlog gaat je dus niks winnen. Maar ik ga toch nog één anekdote van Nicola. Want in de verhouding die we naar elkaar toe kenden... En Nicola was een keer gekwetst. En ik denk, niks aantal seizoenen geleden. En ja, was dan lichtjes gekwetst. Ik zei, ja... We gaan dat wel regelen. Ik ga me laten afkomen. Hij heeft dan 2-3 dagen kunnen thuisblijven. En is dan terug mogen vliegen. Dus dat was een kleine ding voor al hetgeen dat hij gedaan had. Niet alleen voor onze ploeg, voor de nationale ploeg ook. Kon hij dan een paar dagen bij ons. Werd hij dan gekeurd. Werd dan eigenlijk en dan afgekeurd. Hij kon niet spelen. Was gekwetst. Heeft dan 2-3 dagen thuis kunnen zijn. Want iedereen denkt dat het altijd zo makkelijk is. In het buitenland te voetballen of te trainen. Dat is niet zo, altijd zo evident. En daar heb je heel veel... dingen, begrip nodig van uw vrouw, van uw familie naast u. Het is niet altijd zo evident. Soms spreken we altijd roze geur en maneschijn. Zo makkelijk is het niet. Maar je werkt je daarop door. En situaties veranderen soms. Hè. Wat ze zegt, Rusland, ja. Iran. Ik vond het ook verschrikkelijk voor die mensen. Ik nu lees wat er allemaal gebeurt. Ja, misschien moest je daar nog gezeten hebben. Maar ja, jij de pasmunt voor... Maar het kan allemaal, dus ja, allee, ik zeg het. Ik voel me er ongemakkelijk bij om erover te praten. Omdat ik weet dat waarschijnlijk niet alleen hier in België beluisterd wordt. Ja. Dus ja. Ik ga er toch nog één vraag over stellen. Mm. Maar dan over de jaren toen je er als voetballer actief was. Dat militaire, dat zag je denk ik ook wel vaker in de stadions. Je hebt nog in Tsjetsjenië gevoetbald, in Grozny enzovoort. De militaire aanwezigheid zal daar wel zichtbaar geweest zijn. Ja, zeker. Ja, dat was gebruikelijk. Zeker in die zuiderse regio's, in Tsjetsjenië, Dagestan en al. Dat, veel politie op straat rond het stadion. Dat was een gebruikelijk beeld. Ja. Ik heb gelezen dat je ooit nog eens een Kalashnikov in je handen gekregen hebt. Ja, maar dat was met mensen van Gazprom. Die ook een...
een kantoor hadden in wat was dat? Makhachkala, Dagestan. En daar zat er blijkbaar ja, ook veel goede olie, ruwe olie. En we gingen ja, gaan eten na de wedstrijd met die mensen. En ja, die mensen hadden blijkbaar begeleiding nodig, bewapend. En ook gepanzerde auto's. Dus dat was wel een ervaring op zich. Ja, ja. En jij kreeg er in je hand geduwd. Probeer maar eens. Vroeg van ja, mag ik dat eens proberen voor te lachen zo? Ja. Ik ging dat nooit doen. En dat was, ja, men in stad moest ik hier op het veld staan. Ja, ik zou waarschijnlijk iets mee hebben. Dus dat was juist hetzelfde. Dus niet gedaan. Ja, ja. Veel mooie jaren beleefd in Rusland en een zeer geslaagde transfer. Dus dat was jouw vertrek bij Gent. Dan moeten we toch nog eens over jouw vertrek hebben ook, beste George Lekes bij Gent. Er is die befaamde uitspraak van jou ooit geweest. Hè? Iedereen kent ze wel, denk ik. Als ik niet tegen een boom rijd, dan teken ik bij. Er zijn nog wel verklaringen geweest. Ik heb nog 90% van die dingen is juist. Ja. Waar stond die boom uiteindelijk? Want nee, laat bij tekenen heb je niet laat gedaan. Laat zo zeggen, ik heb een paar keren emotionele beslissingen genomen in mijn leven. En ik weet dat ik hier heel graag was en dat ik hier dolgraag was ook. En maar ik was ook een redelijk tot zeer goede vriend van Lambrecht. En wat men ook men zegt, Loker is groot geworden door Lambrecht. En ik denk dat ook de witte Louwagie bijvoorbeeld Gent groot hebben terug op internationaal niveau hebben gebracht. En dat is een tweede punt geweest. En dat is een keer naar de nationale ploeg, de tweede keer naar Club Brugge te gaan. Dat ik mijn hart laat spreken. En verbaal was dat een verkeerde verklaring. De communicatie was dus verkeerd. Dus dat neem ik op mij. Dus ik moet fouten kunnen bekennen. Ik heb in mijn leven ook nog wat 3-4 beslissingen genomen die niet juist waren van die 35. Maar toen was dat een verkeerde verklaring. Moet ik mij uit laten leiden door de emoties in mijn band met Roger Lambrecht. En dan ten tweede was het de nationale ploeg. Vond ik dat ik deze jongens in de steek liet. En dat had ik ook gezegd, ik voelde het niet. Tweede keer dat ik naar Club Brugge ging, ik vond ook dat onze ploeg niet gereed was. Maar ik zelf was ook niet gereed. En ik ben dan naar Club Brugge gegaan. En dat is ook, heeft ook maar 5 of 6 maanden geduurd. Dus dat is iets dat je niet te veel naar je emoties alleen. En zoals Nicola juist gezegd heeft, soms als hij liever naar Hertha was geweest, laat dat gevoel maar eventjes vallen en nuchter. Ik denk dat uit een totaliteit, soms brengt het leven je dan toch. En dan moet je terug reageren. Ik ben dan terug bij Tunesië, nationale ploeg. Het weggaan, dat zijn dan Brazilië. We hebben nog een wedstrijd gespeeld tegen België. Ik was de eerste keer dat ik rechts sprong, was bondscoach van Tunesië. En Mertens, Drieske scoorde die doelpunt, geloof ik, 5 minuten van het einde of 2 minuten van het einde. Ik sprong bijna een gat in de lucht. Tevreden dat zij met een overwinning naar Brazilië kost te gaan. En zover zat dat geworteld. Ik heb nooit veel mijn emoties getoond. Buiten na de wedstrijd soms een keer, maar eigenlijk in mijn vak zelf weinig. Nicola kent mij wel persoonlijk redelijk goed. De meeste spelers kenden mij eigenlijk niet zo goed. Maar ik heb in mijn leven ook al wat 2-3 dingen of 4 dingen maximum, denk ik, verkeerd gedaan. Maar dat was een verklaring die trok op niks. Ja, maar dat je toen uiteindelijk Lokeren koos boven een verlengd verblijf bij Agen. Omdat zij gewoon naar tweede klasse gingen gaan. Ja. En dat ik kwam hem dan tegen en hij zegt gewoon... Lokeren dus, hè? Ja. Hij kwam Roger, ik ga... Wil jij Lokeren redden? Ja, ik heb het 3 keer gedaan. Ik ben 3 keer geweest. 1 keer na de nationale ploeg, de eerste keer, toen nadien hier. En toen nog een keer ben ik nog een keer geweest. Dus ik heb dan ook mijn taak volbracht, geen dat ik moest doen. Uit die zone weg en dan dat ze rustig stonden. Dan liet hij ook toe bijvoorbeeld. Ja, in maart of april liet hij mij dan ook gaan naar Saudi-Arabië. Dan ben ik 2-3 maanden naar Saudi-Arabië gegaan. Dus dat was onze verhouding van give and take. En we blijven vrienden zoals ik hier Wat zei Michel toen hij uiteindelijk te horen kreeg van... Michel kwam goed overeen in het begin. Dat lukte niet altijd 100%. Maar Michel moet ik zeggen, ik heb dan ook begrip gehad omdat ik de situatie leerde kennen. Omdat Ivan daar ook altijd de goede rol... We wisten financieel, toen wist ik nog niet financieel waar dat we stonden. En dat wij het water boven ons hoofd was. Maar als je dat weet, dan leer ik daar ook mee werken. En toch 3 fantastische jaren, leuke jaren. Spelers die dan doorgegroeid zijn naar wereldtop soms. Dus ja, het was heel leuk. En ik zie nu dat er een aantal van uw ex-spelers, zoals Hein, zoals Wouter, zoals Gerard, heb ik zelf niet gehad. Uh-huh. Maar dat die spelers zich dan manifesteren, dus dat is leuk. Straks Nicola.
Het is nog iets te vroeg voor de nationale ploeg natuurlijk, anders ging ik daar een duwtje doen, maar... PSCV ingestuurd, beste Nicola. Sta je op de shortlist? Nee? Mijn cv zou niet te lang zijn, alleszins. Er moeten nog wat stappen gezet worden. Ja, sowieso. En die wil ik zeker niet overslaan. En ik denk niet dat er één mens op de bond aan mij zou denken. En terecht. Ja, het is misschien nog wat te vroeg, inderdaad. Ja. Maar hoofdtrainer bij Gent op een dag kan misschien een mooie stap zijn in jouw verhaal. Ja, dat zullen we zien. Maar, niet dat we nu aan de grote van de stoel nee, van nee, verre van. Ik denk dat dat ook niet makkelijk is. Stel, moest er iets gebeuren en dat is heel onwaarschijnlijk. Maar stel dat er iets gebeurt en dat ze mij vragen, denk dat dat niet altijd een cadeau is om van assistent dan die groep over te nemen. Ja. Je hebt al minder gezag dan dat je als een buitenstaander eraan begint. Dus, Het is niet zo evident. Nee, kijk, veel spelers aanzien u meer nog altijd als een... Kijk naar Hoefkes. Ja, voilà. In het begin lukt dat heel goed. En dan nadien, dat is niet altijd een cadeau. Dat is geen cadeau. Maar ik zou wel willen dat er eigenlijk nationaal coach, dat die een Belg is. Ik denk dat we genoeg kwaliteit hebben met Belgische coaches. En dat wij soms altijd grijpen. En Martinez heeft dat schitterend gedaan. 6 jaar heeft dat ook goed gedaan. Maar ik denk dat er genoeg Belgen zijn die het kunnen oplossen. Wie moet het dan worden? Als Michel nog de drive en de lust heeft om dat te doen, vind ik Michel de ideale figuur. Michel Prudhomme. Michel Prudhomme, excuseer. Ja. Hier ook echt goed bekend en ook goede vriend, denk ik, van Yvan en van Michel. Dan zou er ook niks op tegen hebben dat er iemand is van hun zijde uit. En is dat nu een Vermaelen die heel weinig gepusht wordt? Er wordt een Henri wel gepusht. Dat ik vind, Vermaelen of maak nu Nicola of X, Y of Z, dat even goed moet kunnen. En ik zie dat het dus toch wel lukt als Gerards hetzelfde doet, ongeveer wat Mazou deed. En je moet niet veranderen om te veranderen. En hij past daar een paar spelers aan en het systeem blijft systeem. Want die spreekt maar over systemen. Gewoon hou dat vast. Dan zie ik heel veel coaches die potentie hebben tot uitgroeien tot een topcoach. En ik moet zeggen, ik heb het geluk gehad aan 35 onmiddellijk van speler naar trainer te komen bij Cercle Brugge. Geen druk, niks. Gewoon een beker gewonnen. En dan heb je dat tikje geluk ook wel nodig. En een juiste groep te komen. Het eerste probleem dat ik had, is met mijn ex-spelers. Dat was met een Leen Bart, dat had een Bernard Verreken, waar ik zelf nog mee gespeeld had. En dat zijn de eerste spelers, omdat je weet je houding niet. Je bent met hun nog goede en slechte tijden meegemaakt, en leuke tijden. Maar, en dan heb ik zelf geleerd dat het moeilijkste is, dat je met die samengespeeld nog hebt. En dat je dan ook heel streng moest zijn. Dat je soms misschien te streng bent. Ik ben de eerste, misschien, en een van de weinigen, die durft ook Eden op zijn plichten. Dat 20 Interlands, Eden Hazard bedoel ik dan. Eden Hazard, maar dat was niet. 20 Interlands, 1 goal en 3 assists. Dat vond ik te weinig voor zijn klasse. Want het is een wereldvoetballer. En toen, op die moment dat hij ons verliet, toen ik hem vervangen heb door 3 Smertes tegen Turkije, thuis, België, Turkije, verliet hij het stadion. Dat is de groep in de steekland. Mij in de steekland is niet zo'n probleem, maar de groep. En dat vond ik het aangewezen. En toen heb ik dan een heel goed gesprek gehad met hem. Ik heb dat ook bij Chelsea ook gedaan dan nadien. En dan ben ik nu aan 31 stoppen. En het is niet door een fysiek probleem. Nicola heeft moeten stoppen door een fysiek probleem. Maar dan heb ik zowat, zou het er beter stoppen op een hoogtepunt. Na het EK bijvoorbeeld. Doe er nog 2 jaar bij. En ik wil voor mezelf een keer gaan bewijzen. Hij stopt dan. En nu hoop ik dat hij toch nog, of de nieuwe coach, hem toch nog ergens kan overtuigen. Hey, eindig zo toch niet. Ik heb Frankie van der Elst in de tijd gaan terughalen. Timmy Simons gaan terughalen. Omdat dat winnaars waren. En dan zou ik met hem spreken. Ik zeg, Eden, je bent toch ook een winnaar? Je bent toch kapitein geweest? Je hebt om Brussel, dat weet je nog. Zou dat geen mooier einde zou kunnen zijn? Dat is maar een beetje de pep talk dus die ik doorgeef. Eden Hazard terug naar de nationale ploeg en Michel Prudhomme moet bondscoach worden. Ideaal. George Leges heeft gesproken. En jij, jouw toekomst gaat nog een tijdje in Gent liggen, hoop ik, Nicola. Hoewel, George heeft jou wel een internationale carrière toegewenst hier in de loop van dit programma. Is dat iets waar je zelf inderdaad aan denkt, op langere termijn nou weliswaar, om tot in het buitenland te gaan? Of denk je van, ik ben hier nu in België, laat mij maar...
Rustig voorlopig hier, werk ik nog in België. Ja. Maar de kinderen gaan naar school. Het is makkelijk nu, maar... alles verandert, alles evolueert en dat zien we wel. Ik kan de toekomst niet voorspellen. Voilà. Dit kunnen we niet voorspellen. We kunnen ook nog niet voorspellen of Gent in de top 4 gaat eindigen of niet. Laat ons hopen van wel. We gaan stilaan afronden. Ik ga misschien nog een moeilijke vraag stellen aan jou, Georges Lekes. Maar wat is jouw beste herinnering aan AA Gent? Kun je dat snel zeggen of is dat moeilijk? Dat was die wedstrijd tegen Club Brugge, moet ik zeggen. Dat was alles erop en eraan. En dat was niet alleen op het veld, ook naast het veld. Hè. Een beetje de oorlog die gevoerd wordt tussen Club Brugge en bestuur. En de besturen onder elkaar. En de supporters onder elkaar. En wij hitsten dat nog een beetje aan. Dat vond ik een van de topwedstrijden. En elke training met die mannen. Onvoorstelbaar. Ik heb mij enorm geamuseerd. En voor mij is dat vak is niet belastend. Ik had eigenlijk heel weinig stress. Ik kreeg stress als ik... ik zag... Je kijkt, je observeert en je ziet die jongens willen winnen. En dat dat niet goed lukt en dat ze lui uit, heb ik nooit gezien. En Gent heeft dat niet graag. Gent heeft graag die winnaars en die mentaliteit. En ik heb veel supergroepen, maar ik heb hier in Gent fantastisch goed geamuseerd. En ik hoop binnenkort terug te komen kijken. Ja, zeker welkom. Wat was zijn sterkste punt als trainer? Die groepsmeden, dat was echt... één blok. People's manager. Mm-hmm. En ja, stilstaande fases. En zo komen we weer uit bij onze wortelbak. Om helemaal af te ronden, dat doen we zoals altijd met een quizvraag. Een quizvraag voor onze luisteraars en onze kijkers wel te verstaan. Want die kunnen duo-tickets winnen. 5 duo-tickets voor de thuiswedstrijd tegen Racing Genk. En daarvoor moeten ze een vraag beantwoorden. Ik ga ze even erbij halen. Het gaat over... jullie samen bij de nationale ploeg. Jij, Nicola, hebt 14 wedstrijden gespeeld onder leiding van Georges Lekes bij de Rode Duivels. En de vraag is, in hoeveel van die 14 wedstrijden mocht Nicola starten? Je gaat het misschien zelf niet weten. Ik zou het echt niet weten. Nee. Ja, het is inderdaad geen makkelijke vraag, denk ik. Maar er zal wat moeten opgezocht worden. Jij weet het ook niet, vermoed ik, George. Ik zou het niet weten. Ik weet dat ik hem 2 keer... Ja, maar je mag het niet verklappen. Hè, als je... 2 keer vergeten heb. ik ga er niks op zeggen. Dat is een verkeerde hint geweest. Hè? Je weet, verkeerde hint, dan zijn we sterker. Wie een duo-ticket wil winnen voor agent Racing Genk, die moet het maar even opzoeken en het ons het antwoord mailen. Dat mag naar stropcast@kaagent.be. Veel succes daarmee. Voilà, daar rest er mij nog. Hoewel, nog één ding. Het is tenslotte nog altijd het begin van een nieuw jaar. Wat mag ik jullie wensen voor 2023? Ik ga bij jou beginnen, George. Eerst wel gezondheid, geluk, plezier, liefde. En ik gun iedereen alles. En een goede buurman misschien. Een goede buurman heb ik al. Heeft dus. Hij al. Dat heeft hij al. Ja. Oké, dezelfde vraag voor jou. Ik zeg, heeft maar één, maar heeft er 2. Dezelfde vraag voor jou. Goede gezondheid. Vrede. 2 cliché dingen. Maar in deze tijd. En dan iets specifiek voor Gent. Minstens die top 4. En een mooi Europees parcours dat we hopelijk doorstoten in de volgende ronde zeker. En dan, misschien is het mogelijk. Hè. Zo'n Feyenoord-verhaal, zoiets. Want ik vind dat geen betere ploeg dan onze ploeg. Mm-hmm. En die mannen hebben wel... was dat Europa League of was dat... Conference League. Droom misschien te veel, maar ja, you never know, hè. Ik vind het een mooie wensgedachte. Ja, ik kan het maar wensen, hè. Dus. Om mee af te ronden. Dus ja. Voilà, prima. Dankjewel, Nicola Lombaerts. Dankjewel, Georges Lekes, voor jullie komst. En graag tot de volgende. Dag. Stropcast.